Yes, welkom en tof dat jullie weer kijken naar Day One. We hebben een spiksplinter nieuwe serie voor jullie. We zouden meer lifestyle gaan doen, dus dat krijgen jullie van ons. We gaan het niet alleen hebben over auto's en over sporten, maar we gaan het ook hebben over horloges. Waarom koop je nou zo'n duur horloge en wat heb je ervoor moeten doen? Dat gaan we doen bij Amsterdam Vintage Watches. Yes, dames en heren, welkom in Amsterdam bij Amsterdam Vintage Watches. We zijn een gloednieuwe serie gestart over horloges. Het wordt net zoiets als de auto van. We willen graag weten waarom mensen bepaalde horloges dragen, waarom ze kopen, hoe hard ze ervoor hebben gewerkt en waarom ze een bepaald type horloge dragen. En daar zit meestal ook een heel mooi verhaal achter. En vandaag hebben we de eerste gast. Ja, en de eerste gast, dat ben ik zelf. Welkom JJ. Ja. Welkom man. Het is altijd awkward om dat te zeggen. Jasper, wie ben jij en wat doe je? Zoals je zelf al aankondigt, ik ben Jasper Lijfering, de eigenaar van Amsterdam Vintage Watches. Ik ben opgegroeid met horloges, dus ik ben 24 jaar, waarvan de helft van mijn leven gespendeerd is in horlogeboeken, op internet, etc. En daar ben ik gewoon elke dag mee bezig. En ik heb het privilege om elke dag mooie horloges in te kopen, te restaureren, te verkopen, te taxeren. Dus dat is waar mijn hart ligt. Ik heb zelf de Rolex Explorer, dat is deze, deze Rolex. Ja. Die doe ik dagelijks dragen, omdat ik altijd al een Rolex wou. Ik had dit model nog nooit gezien. Toen dacht ik bij mezelf, hè, Rolex Explorer. En toen dacht ik, Explorer, Expeditie Robinson. Heel dope. Dit is denk ik misschien wel het horloge die ik heel tof zou vinden. Want kan ik deze dagelijks om? Ja, want hij is niet te patserig. De hele dag, dan kijk je toch en ben je er toch trots op, want ja, ik heb er hard voor gewerkt. Het is gewoon een medaille om je pols. Zo zien mensen het ook vaak. Het is echt een, als ik je mag aanvullen, daar is Rolex marketing technisch gezien ook heel goed in geweest. Door heel veel lijnen te creëren, toolwatches, die speciaal voor een bepaalde doelgroep was. We hebben het over de Submariner voor de duikers, GMT Master voor piloten en de Explorer uiteraard voor explorers. Dus dat past heel goed bij het verhaal van Expeditie Robinson. Ik doe me eigenlijk nooit af, daar ben ik ook wel eerlijk in. En als ik hem afdoe, dan voelt het gewoon... Maar je slaapt erbij? Ja. Meen je niet? Ja. Ja, man. Lekker, man. Gewoon onderbroekje en Rolex onder de lakens. Onderbroekje en Rolex, en that's it. En ja, dat is best wel een beetje zielig. Maar aan de andere kant... weet je wel, ik ken hem gewoon altijd om. En daar is ook één grote reden voor, is dat ik nog wel eens heb dat ik shit kwijtraak. We gaan hem gewoon even aan de mensen laten zien. Net als bij de auto's. Check dit maar even. Komt-ie. Had gewild dat iedereen hem zou zien, dan had ik misschien een iets opvallendere gekocht. Hij is ingetogen, ja. Maar dat maakt hem juist perfect voor een daily beater. Een daily beater is een horloge wat je elke dag omdoet. Ja. Dus het is niet een dusdanige special piece dat je hem alleen uit eten meeneemt of whatever. Dit is perfect, die zwarte plaat staat bij any outfit staat het goed. Ik denk dat de maatvoering goed is voor jou. Je bent natuurlijk een vrij brede jongen. Het is een serieuze maat, ja. Want je hebt hem ook in de 36 mm en dit is één versie groter. Ja. En wat ik kenmerkend vind aan de Explorer en wat ik heel mooi vind, is dat die 3, 6 en die 9 zo zichtbaar zijn. Dat hebben ze al sinds de invoering van de Explorer en hebben we het over 1954. Oké, dat was mijn Rolex Explorer. Ja, en dan komen we bij het tweede gedeelte van het filmpje aan. En het eerste filmpje dat je hierover maakt moet natuurlijk wel spectaculair zijn. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb tegen Jasper gezegd, Jasper luister. Ik heb een nieuw horloge nodig. Ik wil er graag nog eentje, want ik vind het heel erg mooi. En ik heb deze dagelijks om, maar ik wil ook iets hebben dat ik niet dagelijks omdoe, maar gewoon bij speciale gelegenheden. En wat ik eigenlijk heb gezegd is, Jasper, zoek jij er eens eentje voor me uit die jij vindt die bij mij past. Dus we gaan vandaag letterlijk een nieuw horloge kopen. I got you, JJ. Ik weet zeker dat je dit echt top. Ik begin nu gewoon zenuwachtig te worden. Nou ja, zoals je weet, de Explorer zegt al iets over jouw persoonlijkheid. Ja. Nu heb ik nog een ander horloge, wat destijds eigenlijk gemaakt is voor piloten. Het kent zijn oorsprong al uit eind jaren 50. Het is nog steeds in de collectie. En het handige daarvan is, het heeft een extra functie boven de tijd. Het kan een tweede tijdzone aflezen. Ik ga hem erbij pakken. We hebben het over de Rolex GMT Master.
Even een nieuw horloge kopen. Dat is toch wel heftig, zo gewoon even in de middag. Deze gast is echt heel goed. Dus hij is echt heel goed. Dus ja, blind vertrouwen geven om een nieuw horloge voor mij te regelen. Ik weet niks over de prijs. Ik weet niet wat het voor horloge het is. Ik weet helemaal niks. Woe! Ja. Wat heb ik hier nou? Ja. Wat heb ik hier nou? Ja, ik ben er heel zenuwachtig van. Ja. De Rolex GMT Master. Pepsi bezel, dus dat komt door die kleurstelling van blauw en rood. Eigenlijk zijn het de kleuren geweest van Pan Am, dat is de reden. En special surprise, hij is uit je geboortejaar, man. Nee! Ja, grap. Echt? Ja. Lul niet. Shit. Deze is zo dik. Crazy, hè? Dat wil je niet weten. Oh my god. Deze is keihard. Ja, deze is keihard, Jas. Ik wist dat je met iets tofs zou komen, maar dit... Hij is heel dope, hè? Ja, mijn moeder gaat weer boos op me zijn dat ik iets heb gekocht waarvan ze denkt, maar ja, dit is... Zullen we deze dan ook maar even laten zien? Let's do it. Ja? Nou, dan gaan we deze ook maar even laten zien. Daar komt-ie. Waarom ben je dan toch uiteindelijk voor mij voor deze gegaan? Basically omdat ik de looks vind ik echt bij passen. Het is best een stoer horloge. 40 mm, maar niet te groot. En het is een tool watch, maar toch iets eleganter. Snap je? Ja, hij heeft een klein polsje ook. Ja, hij heeft een mooie kleurencombinatie. Pussy Galore droeg hem in James Bond. Che Guevara heeft hem gehad. Dus historisch gezien is dit een belangrijk model. Wat kost die, mag ik dat vragen? Zeker. Hebben we het over een prijs afhankelijk uiteraard van welke staat, et cetera. Ongeveer ja. 9000 euro. Wauw. Ja. Ja, dat kan ik niet betalen. Nou, dankjewel. Nee, het was leuk dat je er was, kerel. Nee, ja. Ik zou je vertellen, kijk, het is ook een investering, hè? Dat zeggen ze wel eens. Ja. En Jasper is een van de weinige mannen die ik ken die ook zegt, hey, deze shop is van mij. Ik doe dit samen. Maar als je hem hier terug bent, dan koop hem ook weer voor die prijs in principe over. Maar net als een auto, het zegt veel over iemand, snap je? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook. En het is zoveel meer dan het zien van de tijd. Want dat kan je ook op je telefoon of een horloge van een tientje lopen, preciezer dan dit. Maar het gaat om dat je gewoon een stukje mechanische geschiedenis eigenlijk om je pols hebt. Het is een kunstwerk. Ja, en dan sluiten we af met mijn twee mooie horloges, waar ik verschrikkelijk trots op ben. Het is leuk om de verhalen erachter te horen. Maar nu wil ik ook van jullie weten welke cijfers jullie deze twee horloges geven. Dat is wel even leuk, dat doen we met de auto van ook. Laat ook even weten wie jullie graag willen zien zitten hier. Want de volgende keer neem ik weer een BN'er mee. En dan zal ik naar het verhaal vragen en Jasper zal meer over het horloge gaan uitleggen. Volg even Amsterdam Vintage Watches op Instagram. Staat ook in de beschrijving, daar kan je ze ook vinden. Daar staan nog veel meer prachtige en mooie horloges. Like even de pagina en vergeet niet te abonneren. Ja, vergeet niet te abonneren. Dat zou heel chill zijn als jullie dat ook even zouden doen. En ga even naar de website www.day1lifestyle.com. Daar zie je veel meer horloges, daar zie je veel meer toffe verhalen, veel meer toffe items, veel meer auto's, veel meer lifestyle. De website is echt heel erg tof, dus ga even kijken. www.day1lifestyle.com. En nu heb ik genoeg geluld. Dank jullie wel voor het kijken en later!